Het zal je misschien wel zijn opgevallen, de enorme torenkraan bij het Centraal Station in Den Haag is weg. De reiger, zoals die ook wel werd genoemd, heeft zijn werk gedaan. De kraan plaatst er maar liefst 293 gigantische glazen dakpanelen in de stalen constructie van het dak. Tijdens hemelvaart werd de reiger op spectaculaire wijze uit de stationshal verwijderd. Kort daarna werd het laatste, 294ste dakdeel geplaatst. Het pronkstuk van de openbaar vervoerterminal is klaar. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. Wat vind je van het dak? Geweldig. Ik woon daar, dus ik kan er naar beneden kijken. Heel cool. Het ziet er leuk uit. Lekker licht. Wat vind je er mooi aan? Nou, lichtinval. Qua vormgeving en veel licht. En ja, dat hebben we nodig hier in Den Haag. Ja, geweldig. Het is prachtig. Wordt mooi licht. Voordat het glazen dak van 120 bij 95 meter goed zichtbaar is, moet eerst het tijdelijke dak worden verwijderd. In verband met de veiligheid vinden de afbreekwerkzaamheden vooral 's nachts plaats, als het station is gesloten. Vanwege de bouw van de stationshal waren de sporen tijdelijk verkort. De komende tijd worden de sporen op lengte gemaakt, zodat de treinen weer door kunnen rijden tot de stationshal. En naast de verlenging van de sporen werkt ProRail ook aan de vernieuwing van de perrons. Elk perron wordt tijdens de werkzaamheden 2 weken afgesloten. De treinen zullen tijdelijk vertrekken van een ander spoor. Het station zal straks groter en comfortabeler zijn. En doordat de NS ervoor zorgt dat er meer winkels komen, wordt het voor de reizigers nog prettiger verblijven op het station. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de OV-terminal in 2014 zijn afgerond. Wil je nou op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond Den Haag Nieuw Centraal? Dan kan dat via Twitter of kijk op denhaagnieuwcentraal.nl. Tot volgende week!